De repatriatievluchten zullen hervat worden wanneer het COVID-19 managementteam alles gereed heeft om de grote groep te ontvangen. Dit zei Danielle Feira, zij is directeur Nationale Veiligheid, vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Feira geeft aan dat de groep uit Nederland uit meer dan 600 personen bestaat. Ze zegt dat Suriname geen grote groepen repatrianten kan opvangen, vandaar dat alles gefaseerd gebeurt. Het is belangrijk dat de COVID-19-situatie beheersbaar blijft. Als je 600 personen nu hebt in Suriname en je kan het niet beheersen, je hebt niet genoeg capaciteit om ze op te vangen, dan moet je het gefaseerd doen. We hebben nu de vluchten gehad uit Curaçao, Miami, Trinidad, Aruba. We ronden dat netjes af en dan heb je dat natuurlijk weer beheerst en dan maak je je weer klaar voor de volgende groep. We hadden gedacht, en dat kan, dat je... Zoals ik zei, die planning toch. Je maakt die planning en je denkt je kan de mensen nu ontvangen. Maar wanneer je ziet hoe het virus zich ontwikkelt, dan zeg je nee, laten we niet overhaast te werk gaan. En laten de mensen even wachten, we weten en we vierden toe dat de wanka ofzo. Maar we moeten even wachten om ze, wanneer ze aankomen, dat is habitak alasan ego, vaak netjes. Feira wijst erop dat dit besluit onder meer is genomen omdat mensen in thuisquarantaine zich niet aan de regels hebben gehouden en toch uit huis gingen. Ze zegt dat de overheid nu mogelijkheden bekijkt om toch controle uit te oefenen op de mensen die in thuisquarantaine zijn. Je zit op een planning en je ziet dat mensen reageren niet goed erop. Dan moeten we bijstellen. Want in eerste instantie stuurt mensen naar huis. We gaan uit van jouw eigen verantwoordelijkheid. Maar er zijn altijd mensen die het niet doen. En je bent op straat en je komt weer in aanmerking met anderen. En voor je het weet, zou je poef, een of andere situatie hebben hier in Suriname. Dus we kunnen dat ons niet permitteren. We hebben daarom ook gezegd, we gaan iedereen overheidsquarantaine plaatsen. Zodat wij alle die on denai tapu, toch? Dan weten we van in die 14 dagen, wanneer die 14 dagen voorbij zijn en niemand is ziek. Dan zeggen we halleluja, dan gaan we verder. Danielle Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Zij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update. Ze zegt dat het managementteam de volgende week, beter zicht zal hebben wanneer de repatriatievluchten voortgezet kunnen worden. Het programma ATV COVID-19 Update wordt vanavond na het nieuws herhaald.